Ik ben Norbert van Alst. Ik ben sportief manager van KSK Zinchem. En reeds vanaf mijn 16e speelde ik hier in de eerste ploeg. We hebben hier schitterende jaren meegemaakt. Dat was hier een Zinchemse ploeg. En een heel goede ploeg, moet ik zeggen. Waarin dat we echt enorm veel plezier beleefd hebben. Nu, mijn taak de dag van vandaag, dat is contracten voor spelers doen. Dat is spelers aanwerven. Daarvoor heb ik ook een heel goede staf rondom mij, die mij daar ook in meehelpt. En ik heb ook een heel goede scoutingcel met Willy Domt, die daar ook het nodige voor doen. Ik ben hier heel graag. En waarom ben ik hier heel graag? Omdat je mensen hebt, zoals Patrick van Anker, die gerechtelijk correspondent is, die het zeer goed doet. Zoals Erwin Dekens, die hier ook de terreinen allebei zeer goed verzorgd. En ook een Alex Gijsels en een Dirk van Oudegem rondom. We hebben hier een heel goede ploeg waar dat iedereen voor iedereen een beetje staat. We hebben ook goede mensen achter de toonbank. En die mensen verdienen alle lof, want een dag van vandaag zoekt men nog maar vrijwilligers. Ik denk dat je ze nog moeilijk gaat vinden.